Wat gebeurt hier? U bent op een feestje voor ter ere van de mozaïektegels die in de straat zijn gelegd. Die door kinderen tijdens de zeven zinderende zomerdagen gemaakt zijn. Wat zijn de zeven zinderende zomerdagen? Dat zijn zeven middagen, dinsdag en donderdagmiddag geweest in de zomervakantie waarop wij lekker buiten hebben kunnen zoegen en zweten en veel plezier hebben gehad samen en samen kunst hebben gemaakt. Ik moet zeggen, dit is zijn kunstwerk. Ik moest u feliciteren. U bent een kunstenaar, onze eerste kunstenaar. Zo, jij hebt je diploma. Ja. Jij hebt de boom gemaakt die we net daar zagen. Hoe heb je die boom gemaakt? Nou, ik had heel erg inspiratie van die boom die daar stond. Dus ik dacht, ik maak gewoon die boom na. Dat is wel heel slim van jou. Ja. Vond je het leuk om te doen? Heel erg leuk. Ga je het vaker doen? Ja. Eiland 8 is zeg maar deze wijk die plat gaat. En Sofie's Kunstprojecten is hier ingetrokken om de culturele en de kunstzinnige vorming voor en de kinderen die nog zitten en ook de plek te geven aan kunstenaars. En die heeft in de zomervakantie een activiteit georganiseerd. Wat valt u op aan de straat? Volgens mij zijn er recent mozaïekjes neergelegd. Er liggen overal stenen en tegels met allemaal mooie kleurtjes. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel leuk. Ik heb geen idee waar het van is of waar het voor is, maar ik vind het heel vrolijk. Maakt het de buurt vrolijker? Ja, ik denk het wel. Je ziet heel goed dat het gemaakt is door mensen van hier. Dat is heel leuk. Dat je ziet dat er kinderen dus zelf iets geknutseld hebben om het hier mooier te maken. Dat is altijd goed. En zou u misschien vaker dit soort dingetjes willen zien in de straat? Dat vind ik wel leuk. Ja, daar ben ik wel voor. Vond je het leuk om de tegel te maken? Ja. En hoe heb je die tegel gemaakt? Ik heb het eerst op een papier getekend. En toen ging ik de tegels op die papier doen. En toen ging ik zo een tegel met cement doen. En toen ging ik die kleine tegeltjes erop doen. Hoe vond je het om het te maken? Leuk. Was het gezellig met de rest? Ja. Hoe voelt het om kunstenares te zijn? Leuk. Hallo juf Sanne, waarom hebben u dit gedaan? Omdat ik denk dat kinderen hele mooie dingen kunnen maken. Nog mooier denk ik dan volwassenen. En als er geen mensen hier waren? Dan ging ik het zelf maken. Wat is uw beste plek om hier het te organiseren? Ik denk een kanaaleiland, omdat daar zoveel kinderen zijn met zoveel goede ideeën. Ja, maar bij Amsterdam en zo, daar zitten ook heel veel kinderen. Maar nu woon ik ook hier, dus daarom doe ik het hier. Oké.